koopman. Dus je gaat koopman worden. En ben je van plan je betrekking bij de General Marine Shipbuilding Company op te geven? Ja, dat moet wel. Ergens klerk zijn en bovendien zaken doen voor eigen rekening, dat gaat immers niet. Hier valt kordaat te decideren. En s'avonds? S'avonds is het donker. Wat s'avonds? S'avonds de zaken doen natuurlijk. Wat zijn dat eigenlijk voor zaken? Kaas. Het heeft iets walgelijks en iets belachelijks, ik weet het. Het zou mij ook liever geweest zijn als ik in iets anders had mogen handelen. Bijvoorbeeld in bloembollen. Of gloeilampen. Zelfs haring zou ik met meer ijver verkopen dan kaas. Maar ik kan moeilijk aan die firma vragen om mijnentwille van artikel te veranderen, dat begrijp je. Kaas. Dat is een raar artikel, vind je niet? Nee, vind ik niet. Kaas marcheert altijd. Morgenochtend ga ik naar de werf om afscheid te nemen van mijn collega's en daarna zend ik de General Marine and Shipbuilding Company naar de bliksem. Maar begin dan toch met dat agentschap aan te vragen, dan kan je daarna altijd nog zien wat je te doen staat. Je lijkt wel bezeten. Je hebt gelijk. Als je met vrouw en kinderen zit, moet je dubbel voorzichtig zijn. Er is een telegram aangekomen voor u. Verwachten u overmorgen 11 uur hoofdkantoor te Amsterdam. Zullen reiskosten vergoeden, kaashandel Hornstra. Overmorgen. Ik moet er iets op vinden om overmorgen niet naar kantoor te moeten gaan. Waarom zeg je niet dat je naar een begrafenis moet? Dat bevalt me niet. Ik ben pas een dag thuisgebleven voor de begrafenis van moeder. Ik kan toch moeilijk opnieuw een dag van het kantoor wegblijven voor de eerste de beste neef. Tenminste, geen hele dag. Zeg dan dat je ziek bent. En je kan het morgen al voorbereiden. Er is grip genoeg in de stad. Vrouw, de kaasdroom gaat in vervulling. Excellente verkoopkwaliteiten, betrouwbaar, degelijke boekhouding. Picobello. Dan bent u vanaf nu aangesteld als algemeen vertegenwoordiger voor België en het Groothertogdom Luxemburg. U bent mijn officieel vertegenwoordiger. Tegen 5% op de verkoopprijs. Een vast salaris van 300 gulden en betaalde reiskosten. Officieel vertegenwoordiger? Hoeveel ton denkt u eigenlijk te kunnen omzetten? Ik persoonlijk zou zeggen klein beginnen. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Ik zend u volgende week 20 ton vol vette edammers in onze nieuwe patentverpakking. Naar gelang u die verrekent, zal ik de voorraad aanvullen. Komt u binnen.
Waarom heeft u eigenlijk niet eerste klas gereisd? Ja, waarom niet eigenlijk? Nee. Maar het toertje. Oh, precies. Inderdaad, meneer, goed gesproken. Ik zeg het al jaren. Die kaasstank is niet uit te houden. Het hardop denken op de openbare weg moet ik zien af te leren. Ik heb er wel eens meer mensen mee laten schrikken. Voor een anonieme klerk heeft dat weinig belang, maar voor een man van zaken is dat anders. Moet je afleren, Frans Laarmans. Afleren. Een man van zaken moet vertrouwd en vergroeid zijn met zijn artikel. Hij moet ermee leven. Hij moet erin ploeteren. Hij moet er naar ruiken. In welke waren handelt u? Kaas. Voornamelijk in kaas, meneer. Alles wat beschouwd is kaas, behalve onze lucht, een edel artikel. Vindt u niet? Kaas marcheert immers altijd. En de restaurants, heren. Wat heeft men voor lekkers gegeten deze week? Verduiveld. Maar na zeven. Adieu, heren. Nog veel plezier.